Je hebt net gesport en je hebt dorst, dus je besluit drinken te pakken. Maar je komt erachter dat het niet mag. Dat is waar elke moslim doorheen gaat tijdens de Ramadan. Ik wil ook weten hoe het is om mee te doen met de Ramadan. Dus de komende 48 uur ga ik meedoen met de Ramadan. Ja, dit lukt me echt niet meer. Normaal is dat een warm-up set. Het is gewoon... Ik heb zo geen kracht. Goed, in de komende 48 uur ga ik me aan deze 3 regels houden. Niet eten als de zon op is. Elke dag minimaal om 4 uur opstaan. En elke dag minimaal 1 uur sporten om te zien hoe ik me voel. Of ik meer energie heb of niet. Het is namelijk zo dat als je niet eet, je lichaam slecht kan presteren, je weinig energie hebt en je slecht concentratievermogen hebt. Het is nu dus de avond van tevoren en ik ben aan het werken. Ik wil wel even flink eten, flink bunkeren. Want ik moet om 4 uur op om weer te gaan eten. Maar ik wil geen honger hebben morgen. Want dat lijkt me echt zo irritant. Ik heb net gegeten en ik zit echt propvol. En dan gaan we morgen om 4 uur in de ochtend weer lekker eten. Goedemorgen. Het is 5 minuten over 4. Oké, ik heb echt geen honger. Maar ik weet dat als ik niet ga eten, dat ik gewoon super honger de rest van de dag ga hebben. Het wordt echt een lange dag. Oké, ik heb nu dus een grote bak muesli op, omdat het echt goed veel eiwitten bevat. En ik moet wel nog even drinken, want anders kom ik de dag helemaal niet door. Ik ben zo moe, dus ik ga nog even slapen. We hadden net tijdens Nederlands een tekst over vasten. Waarom moet het? Oké, ik heb oprecht veel dorst en ja, mijn maag zit nu al te brommen en ik heb pas 2 lessen erop zitten. Het liefste nu ik thuis ben zou ik willen eten en vooral drinken, want mijn mond is enorm droog. Maar ik ga nou even werken aan YouTube en even editen. Ik heb veel honger. Ja, ik ook. Maar ik heb eigenlijk meer dorst dan dat ik honger heb, want echt, ik heb een droge muil. Lekker. Ze hebben geen water kunnen drinken. Ja. Anders, ik ben gesloopt. En we hebben nog niks gedaan. Ik merkte dat het sporten misschien niet een heel slim idee was, aangezien het al mijn energie leegzoog. Normaal is dat een warm-up set. Het is gewoon... Ik heb zo geen kracht. We zijn klaar met de workout en ik merkte dat ik gewoon de helft van mijn kracht had. Maar dat had ik al verwacht. Het liefste nu ik thuis ben, zou ik zo graag willen drinken. Ik heb zoveel dorst, maar we moeten zo meteen werken en we gaan het volhouden. En dan morgen nog een dag. Ik ben nu klaar met werk en het is 5:30 of zo. En dan wordt gewoon goed voor me gezorgd, want ik zei dat ik Ramadan deed. En mensen die Ramadan deden op werk hebben gewoon goed voor me gezorgd. Dus ik ben fucking blij en ik kan lekker gaan eten. Heb al gedronken. Ik heb net eten gehaald bij de Albert Heijn, want ik weet dat mijn avondeten gewoon niet genoeg gaat zijn. En ik wil echt gewoon goed bunkeren, want anders kom ik morgen echt niet door. Goedemorgen. Het is iets later dan de vorige keer. Het is 20 voor de laatste dag. Jee. Oké, maar waarom doe ik mee met de Ramadan? Ik doe mee omdat ik zeer veel respect heb omdat mensen gewoon normale gewoontes weg kunnen laten voor 30 dagen. En ik wou het ook proberen, want het lijkt mij dus helemaal niet zo makkelijk. Ik ben nu in de supermarkt. Het is pas 10:30 en er is overal eten en iedereen zit eten te kopen. En hier sta ik dan. Als neefje nu stopt met Ramadan, ga ik 30 euro aan eten voor hem kopen. Dat ga ik oprecht niet doen. Ik ben nou zo ver dat ik gewoon niet ga stoppen. Ik heb er zin in. Neefje is een strijder. We zijn nu klaar met school. Ik heb enorm veel dorst. Honger valt op zich nog wel mee, maar het voelt makkelijker dan gisteren, dus dat is positief. Na school ging ik naar huis en probeerde ik te editen. Oké, ik was dus überhaupt bestanden in Premiere Pro aan het zetten en ik heb nu al gewoon geen focus meer, dus ik ga maar gewoon gamen, want dit lukt me echt niet meer. Op dit moment begon de tijd echt super langzaam te gaan en wou ik het liefste gewoon slapen of iets anders doen. Op naar de sportschool. De laatste workout en dan zit het erop, jongen. Ramadan voorbij. Nee, ik ga lekker water vullen. Nee, joh, jij mag nog niet kan doen. Nee, oprecht, ik moet echt nog maar 40 minuten en dan ben ik gewoon klaar.
6 minuutjes en dan mag ik eten hoor. 6 minuten. Het is zover. Het is 5 minuten over half, dus ik ben 10 minuten te laat. Maar ik mag eten. Ja. Ik heb gegeten, het zit erop. Dit was dag 2. Respect naar iedereen die dit heeft gedaan. En het was vandaag een super zware dag. En ik moest dat uurtje sporten nog erin doen. Ik wou het toch niet doen, maar ik heb het toch wel gedaan. En ik heb er geen spijt van. En ik ben lekker klaar.